vir ontwikkelingsdoele. 5 orgelbasse lied word gerepareer. En jongere leren over pijporgel. Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe uitzending van je eigen 10 minuten jeugdjournaal. In 2014 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties, de VN, een aantal doelstellingen opgesteld om het leven voor mensen overal in de wereld beter te maken. Deze doelen moeten in 2030 al gerealiseerd worden. En daarvoor hebben ze iedereen nodig, vooral de jongeren, want die zijn de toekomst van morgen. Daarom geeft UNICEF lesbrieven op scholen om de jongeren te leren over deze doelstellingen. Door de UNICEF in samenwerking met het ministerie van Onderwijs kregen de leerlingen van de Kalos School een interactieve les over de ontwikkelingsdoelstellingen, welke er zijn en wat ze allemaal betekenen. Maar daarvoor kregen ze eerst een motivatiespeech van de minister. Als je vader en je moeder aan zijn, is dat geen enkel probleem. Maar wanneer je in een gezin bent, en je wilt uit die armoede geraken, dan houdt het in dat je moet studeren om uiteindelijk wat voor jezelf te bereiken. Wanneer wij jongeren het niet durven, dan gaat die toekomst niet veranderen. Maar is dat de keuze die jullie willen? Nee toch jongeren? Nee. De bedoeling is dat de leerlingen ook zelf meedoen met de les. Daarom zijn aan 17 kinderen de verschillende doelen uitgedeeld. Zij zeggen het op en moeten ook heel kort uitleggen wat het inhoudt en waarom het belangrijk is. Van mij ging over fatsoenlijke werk voor iedereen. En als er geen werk voor iedereen is, gaat bepaalde van jongeren stelen, criminaliteit enzovoort. En dat willen ze niet. Mijn doel was minder ongelijkheden en het gaat erom dat er arme mensen zijn dat we ze helpen meer te ontwikkelen en dat we de wetten en de rechten van mensen, ook dat gehandicapte mensen en mensen die met beperking zijn, ook mee kunnen doen met die dingen daar. Mijn doel ging over veilige steden en gemeenschap. En dat wil zeggen, veilige steden wil zeggen dat je in een veilige omgeving opgroeit. Er is belangrijk dat je kinderen dat je in een veilige omgeving opgroeit en dat je ook voorbeeld kan nemen van je omgeving. Want als je omgeving een slechte voorbeeld, kun je kinderen ook dan zo'n voorbeeld dan, want kinderen vatten snel dingen op. Dus dan kunnen ze dan ook in de verkeerde richting gaan als je buurt niet zo goed in elkaar of niet zo goed georganiseerd is. Samen met deze doelen zijn er nog een aantal, zoals armoede beëindigen, een gezond leven, kwalitatief onderwijs en nog een paar. Deze doelen worden door de VN duurzame ontwikkelingsdoelen genoemd, omdat ze de leefomstandigheden van de mens moeten verbeteren, waarvan de toekomstige generatie, dus jij en jouw kinderen, later van moeten genieten. En iedereen kan een bijdrage hieraan leveren. De bedoeling is dat ze kinderen nou zelfs gaan inzien hoe ze kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Gek voorbeeld, als je denkt aan geen hongersnood, help soms je naaste met de helft van je brood. Gekste manieren, klimaatverandering, begin met milieu schoonhouden, recyclen. De kleinste manieren begin je al bij jezelf om een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelen. En het begint eerst bij informeren, er inzicht over te hebben en dan gaan zelfs de kleine stapjes nemen om het te behalen. Wel, de medeleerlingen moeten proberen om erbij te staan, of hij of zij bij te staan, als ze even niet zo slim is als bepaalde mensen zijn, dat je hem gewoon helpt en hem stimuleert om toch een beetje wakker te worden, om te beseffen van kijk, jij kan het ook. Niet alleen ik kan het, maar jij kan het ook. Je hebt ook je doelen. Men zou misschien meer voorlichting kunnen geven in de buurt over criminaliteit, minder hangen op hoeken van de straten. En misschien ja, buurtmanagers, hoe men dat ook noemt, misschien inzetten om ja, echt een oogje te gooien op de buurt, dat de buurt rustig, netjes en ja, veilig blijven voor hun kinderen. Oké, dus nog 14 jaar om deze doelen te bereiken. Trouwens, dat is wat de Verenigde Naties wil. Daarom is het belangrijk dat deze jongeren het overbrengen op andere jongeren, zodat de doelen lang blijven bestaan. Het pijporgel in de kathedralenbasiliek wordt gerepareerd. Dit groot orgel wordt na jaren aangepakt. Het behoort samen met nog andere grote klankinstrumenten in Suriname tot ons klinkend erfgoed. Een prachtig cadeau van onze voorouders die we moeten koesteren. Het is eigenlijk net als een blokfluit. Een blokfluit heeft ook zo'n mond. En de wind gaat aan de onderkant in. En dan de lengte van de pijp maakt dat hij hoger of lager gaat klinken. Ik weet niet of deze nog klinkt. Ik kan het even proberen, maar ik denk het niet. Hij doet het. Hij doet het.
Dit is meneer Rudy van Straten. Met meer dan 30 jaar ervaring met het repareren van orgels in de wereld is hij naar Suriname gehaald om het pijporgel in de kathedrale basiliek aan te pakken. Maar ik heb een heel plan gemaakt om het orgel hier weer terug te halen. Ja, dat is begonnen 2 jaar geleden. Toen kreeg ik een uitnodiging om alle klokken, orgels, carillons, uurwerken hier in Paramaribo te bekijken. 1 orgel konden we niet horen, want dat lag in 10.000 onderdeeltjes opgeslagen in een schoollokaal, hier in de koorschool. Toen hebben we al die onderdelen eerst naar een loods gebracht, buiten Paramaribo. En dan zijn we alles gaan sorteren, uitzoeken en in elkaar gaan zetten om te kijken van is het nog een beetje compleet. Nou, dat was best wel heel veel. Vervolgens hebben we gezegd, dan gaan we volgend jaar, en dat was dit jaar dus, gaan we proberen om alle onderdelen weer terug te brengen naar de kathedraal. Want dan kan het daar opgeslagen worden tijdelijk. En dan gaan we stapje voor stapje dat hele orgel weer laten klinken. En dat is een plan voor misschien wel 2, 3, 4, 5 jaar, want dat kost natuurlijk veel geld en dat moet allemaal in kleine stukjes gebeuren. En om dit orgel weer op te zetten, daar is niet alleen geld voor nodig, maar ook mankracht. Vandaag zijn enkele padvinders en misdienaars gevraagd om te helpen met dit bijzonder project. Maar eerst krijgen ze een hele uitleg over het pijporgel zelf. Hieronder is hij afgesloten. Als ik op het orgel de toets die hierbij hoort indruk, trekt hij hem weg. En de lucht kan naar binnen. Als ik die toets weer loslaat, schiet hij weer terug met een veertje. En is hij weer afgesloten. De lucht die hieronder zit, kan niet meer naar boven. Dus overal bij het orgel, waar je elke toets is verbonden met het klepje wat dus die pijp opentrekt. Sommige sets klinken als een trompet. Ze hebben allemaal hun eigen klank. Heel hoge klanken. Maar je hebt zelfs met nog hoger. Hij is een beetje verkouden, denk ik, maar hij heeft ook... Ja. 1 toon, elke maand. Net heb ik geleerd wat een orgel is. Je hebt verschillende tonen, verschillende fluitsoorten. Het is net als een keyboard, maar alleen anders. Die heeft pijpen die lang zijn en verschillende tonen hebben. Het is groot, dus meerdere tonen zijn erbij. Net als hoe die meneer zei, van de 1450 tonen. Je hebt een kleine, van maximaal 2 centimeter. En je hebt een grote, die is iets van 5 meter hoog. Hoe kleiner, hoe hoger de toon. En hoe groter, hoe lager de toon. De aandacht voor het pijporgel komt in deze bijzondere week. De week van het Klinkend Erfgoed Suriname 2016. Deze hele week wordt er aandacht geschonken aan al het klinkend erfgoed dat ons land heeft. De klok bij het ministerie van Financiën, het carillon op het Valjansplein en het pijporgel van de kathedrale basiliek. Het orgel is in 1890 gebouwd, maar het is niet het eerste orgel. Ze hadden eerst een orgel hier, toen was de kathedraal net klaar. Een orgel uit Nederland laten komen, was helemaal gebouwd hier. Maar dat orgel was veel te zacht, want ze hadden geen rekening gehouden met het feit dat deze kerk allemaal open ramen heeft. En als je open ramen hebt, gaat het geluid ook naar buiten. En dat blijft dan niet voldoende in de kerk, dus dat orgel was te zacht. Toen hebben ze het orgel gewoon weer teruggestuurd. En vervolgens is de bisschop zelf naar Amsterdam gegaan en is met de hele beroemde orgelbouwer gaan praten over het bouwen van een groot nieuw orgel. Deze jongeren weten in ieder geval hoe het orgel zal klinken als het helemaal af is. Geweldig. Heel mooi. Het zal nog enkele jaren duren voordat het pijporgel er helemaal staat in de kathedrale basiliek. De jongeren weten dat wanneer het er echt af is, het een prachtig kunstwerk zal zijn. Dat was voor vandaag. Fijn dat je hebt gekeken. Fijn weekend en tot maandag. Doei!